campagne van Milan Paulus. Ja, Milan vandaag een van de kandidaten toch wel, denk ik. Hè? Niet wegsteken, hè? Goh, nee, ja, ze zeggen inderdaad, na Jeff Scherens en ook de Sepijl en al, waar ik terug wel bewezen dat de vorm terug goed is, zeggen ze inderdaad dat ik wel een van de kandidaten ben. Maar ik zeg het, het blijft een kampioenschap en we staan hier met 174 man aan de start. Dus er zijn er 174 die kunnen winnen. Dus we zijn ook maar bij twee bij de ploeg. Dus ik denk dat er ook zeker nog andere grote kandidaten zijn. Je hebt grote blokken tegen, zoals bijvoorbeeld Lotto, Home Solution, Acroch. Ja, inderdaad. Ja. Zoals ik zeg, het zijn heel grote blokken waar we zeker ook rekening mee moeten houden. Maar het blijft altijd een kampioenschap en het blijft een trui waarvoor dat je als individu ook wel voor wilt gaan. Dus er zijn ook ploegen die volgend jaar stoppen of renners die andere ploegen moeten gaan zoeken. Dus ja, ik denk dat het een heel raar kampioenschap zal worden. Dus ja, het wordt nog een beetje afwachten hoe die blokken gaan rijden en of dat ze echt in groep gaan rijden of hoe dat ze het gaan aanpakken. Je kent het parcours, denk ik wel, hè? Ja, zeker. Ik ben komen verkennen nog vorige week woensdag. Dus ja, het is een heel mooi parcours. Je hebt smalle klimmetjes, niet super smal, maar heel mooi in asfalt wel. Dus daar is zeker iets te doen, maar het zijn ook heel grote banen met toch wel wat wind. Dus ik denk dat we zeker ook moeten rekening houden met weer vandaag. Dat gaat een heel grote factor worden. Wanneer gaat het regenen, komt de wind nog feller op. Dus daar moeten we zeker ook rekening mee houden. Ben je regenpiloot? Toch, ik ben nu de laatste weken toch wel iets scherper gekomen terug. Dus nu dat ik in topvorm ben. Dus in de regen rijd ik nu niet super graag. Maar ik zeg, het is voor iedereen hetzelfde. Dus ik ga me daar zeker niet achter wegsteken als het regent dat daaraan gelegen heeft. Dus gewoon dik genoeg aan doen en we zien wat weer gaat geven nu. Fysiek volledig in orde, denk ik. Ja. Op een hoogtepunt nu, hè? Ja, inderdaad. Het is echt wel ook iets. Sinds dat ik terug voelde na Alsta ben ik de vorm terug beginnen opbouwen. En ik ben van Italië teruggekomen met topvorm, kan ik zeggen. En ik heb nu de dagen hiervoor echt wel goed mijn rust gepakt. Dus ik zit nu inderdaad wel in hoogvorm. Dus ik hoop dat ze lang mogelijk volhouden. En vandaag is zeker ook een van de grote doelen die ik dit jaar voor ogen had. Een doel toch wel? Ja, het is toch echt wel, het is toch echt wel een doel om hier vandaag iets te doen. Om te zeggen van ik kom hier vol voor de winst of vol voor het podium, dat doe je natuurlijk overal waar dat je start, maar je moet een beetje weer realistisch blijven. Maar hoe dat ik me nu momenteel voel is vandaag echt wel een doel en hoop ik toch echt wel op dat podium kunnen staan en wie weet die drie kleuren aan te trekken. Klein pronostiekje, 1, 2, 3? Oh, ik vind het heel moeilijk te zeggen. Normaal als een Arnaud Delis of een Louis Blauw en zo zouden starten, zou ik die mannen meteen zeggen, maar die zitten in een lavenier. Dus ja, ik zeg nu echt een man of 10, 15 die er vandaag voor mij misschien die 5% meer kans maakt dan de rest van het deelnemersveld. Maar ik vind het een heel moeilijke koers om daar een pronostiek op te geven vandaag. Toch succes voor jezelf, hè? Heel veel bedankt, ja, dank je wel. Ik ga mijn best doen. Goed, dank je.